Hi Heide, tot een liefdesreading voor het teken van tweeling. Lieve tweeling, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan, ascendant en je Venus teken. Laat los als het niet past. Mijn readings zijn tijdloos. Ik ga eens kijken wat voor uitdaging ik mag ontvangen. Oeps. De koningin van munten als uitdaging. Oké, jezelf verzorgen. Of je kinderen of de natuur of ja, gewoon jezelf. Ga zo meteen verder vragen. Oeps, gerechtigheid, oké. Oeps. De magier omgekeerd. Ik ga ze even terug doen, want het de 10 van pentakels. Toch weer de 2 van zwaarden. En de 5 van staven. Oké. Er is ergens een conflict in. Of er is concurrentie misschien. Wat ik ook zie is dat iemand in een tweestrijd zit. Wat ik al zei. Jezelf nurture. Ik zie wel dat er een hele mooie energie op je afkomt. Ja, de magie ligt toch andersom. Of ligt toch onderop. Ja, de 8 van staven en de 4 van... Iemand is emotioneel ergens vandaan gegaan, is wat ik zie. Iemand had rust nodig. Maar wat ik ook voel met de magie, kan het zijn dat de bepaalde personen jou weer naar binnen willen hengelen. Of je bent zelf de energie natuurlijk. Maar ik voel echt dat je een soort van rust nodig hebt. En je hebt heel lang misschien, of misschien zit je daar nog steeds in, het gevoel gehad van waar wil ik heen? Wat moet ik? Ja, zie dus... De 6 van munten ook nog, de koning van pentakels. En de ridder van munten. Met de 6 van beken. Of de. Ja, dus. Moet even kijken. De 7 van beken, sorry. Soms verwar ik deze kaart met de 7 van munten. Maar dit is de ridder van munten. Er is iets waar langzaam en gestaagd jij eigenlijk uit wil komen. Waarschijnlijk heb je meerdere opties, visies, keuzes gehad in je leven waarin jij echt. Ja, aan het wissy-wassen was. Wat wil ik? Je wil stabiliteit. Je wil nurturing. En dat kan tevens voor jou ook een uitdaging zijn. Deze persoon kan ook een uitdaging zijn. Of in ieder geval iemand misschien met aarde-energie in zijn of haar energie. Wat ik voel, ook met de 8 van bekers. Ja, er is waarschijnlijk nog veel passie. Maar ik voel ook dat jij een lastige keuze heb mogen maken om dus ergens je van te distancieren op weg naar je eigen geluk. En dit is best een pittige kaart, want ik zie hier ook de 4 van zwaarden. Je hebt echt rust ergens in nodig gehad. Er was veel, veel actie, veel, veel communicatie is wat ik zie. Maar tevens zie ik ook een energie die soms misschien met juist die woorden jou weer naar binnen wilde hengelen. Terwijl jij een soort van rust nodig hebt of had in deze situatie. Oké. Op weg naar de zon, de maan. Ja, dus er spelen bepaalde onzekerheden, geheimen ergens in. Oké. Ga eens kijken. Weer de koning van pentakels. Dus je kan echt met iemand te maken hebben die dus aarde in zijn of haar energie heeft. Ja. De koning van cups als uitdaging. Jezelf nurturen. Bepaalde inzichten krijgen, spiritueel, misschien meer met jezelf connecten. Ja, en voel een nieuw pad, een nieuw avontuur. Wat ik hierbij voel, dat het een uitdaging is, is dat jij een nieuwe weg mag gaan inslaan. Ook al vind je het spannend misschien, maar wat ik hierbij voel, is dat jij heel erg meer naar jezelf mag gaan. Meer jezelf uitbalanceren op financiën, op jezelf en vooruitgang mag boeken. Want er kan iets... Waarin jij niet gelukkig was met het 10 van cups hier onderop. Oké, wat mag ik nog meer ontvangen? Ik heb veel nieuwe beginnen bij mensen. Ik weet niet wat dat is, of bij de sterrenbeelden. Maar ja, de 5 van zwaarden en de peets van pentakels. Ja, er was iets waarin een soort van, hoe moet ik het zeggen? Concurrentie, strijd was. Strijd, jaloezie. En ik voel dat daar een soort van balans in was of komt. Je wil een nieuw pad. Alleen tevens zie ik ook iemand die een soort van energie van jou wil pakken. Of waarin je je zorgen maakt. Of iemand, moet ik dat goed uitleggen? Iemand
Kom wat mindgames spelen, lijkt het wel. En daar heb je wel last van gehad. Want je wil dat eigenlijk releasen. Je wil een nieuw pad in. Maar ik heb het gevoel dat jij keuzes wilde gaan maken in deze. En meer met je gezin wil zijn. Of meer je focus daarop wil hebben. De 10 van munten zegt natuurlijk wel iets over... Ja, kijk. Uit balans. Ja. Ja, een nieuw pad, zie. Dus wat ik voel is dat jij eigenlijk voor jezelf wilde kiezen. Of wil gaan kiezen. Ik zie hier de, van de 1 van de aas naar pentakels naar de 10 van pentakels. Dit heeft je wel heel veel energie gekost. Dus wat ik zie, je kon er niet van slapen. Of er was iets. Er was veel gaande in ieder geval. Of misschien nog steeds in jouw energie. Maar wat ik zie, zodra jij die keuze of dat er een soort van balans, gerechtigheid is of komt, zie ik wel dat je weer tevreden bent of wilt zijn. Je wilt weer zorgen, je wilt goed voor jezelf zorgen. En dat is alleen maar goed, want ik heb hier de aas en ik heb hier de 10. En ja, wat ik al zei, concurrentie, conflict. Dus het kan zijn dat bepaalde mensen het er niet mee eens zijn, maar ja, wat is voor jou goed? Eens kijken, ja, onderzoek. Iemand houdt iemand in de gaten, is wat ik zie en weer. Het kan ook zijn dat er kinderen bij betrokken zijn. Maar het is ook misschien tijd om een nieuw pad te gaan starten. Iets nieuws te gaan doen. Dit kan zijn, je ontwikkelen. Misschien nieuwe boeken gaan lezen. Of gewoon een nieuw avontuur. Dat is een beetje wat ik voel. En dan zie ik hier weer de magie. Dus iets creëren waar jij blij van wordt. Het kan ook zijn dat het een persoon is die jou wil... wel weer wil gaan manifesteren. Ja, kijk, de 2 van zwaarden hier omgekeerd. Dus wat ik al zei, je hebt bepaalde keuzes gemaakt, maar je blijft een beetje wishy-washy. Nu zijn jullie natuurlijk, wauw, kijk dan wat hier ligt. Kijk, de 10 van munten alweer. Maar de 3 van cups, die verwar ik soms ook met de ster, omdat ik altijd zeg van, ja, je hebt een wens. Dat is wat ik zie. En je wens is om plezier te maken, vrij van angst te zijn, uit die wissy-wassy energie te komen van wat wil ik nu? Jij wil blij zijn, je wil gelukkig zijn, je wil jezelf laten zien, je wil victory, je wil het leven vieren. Dat is een beetje wat ik op dit moment voel, met vrienden of gewoon gelukkig zijn. En dat komt er ook aan, mits jij gewoon dicht bij jezelf blijft. Ja, en je afsluit. Het is belangrijk om zielsonderzoek te doen of gewoon... ja, je journey eventjes misschien alleen verder te gaan. Want er is om jou heen een soort van concurrentieconflict met bepaalde personen. Het kan op het werk zijn, het kan het in je relatiegebied zijn, met andere personen. Maar ik heb het gevoel dat jij je een soort van afsluit. En dat dat ook de bedoeling is om gewoon, ja, wat ik al zei, het geluk in jezelf te vinden. Ja, op weg naar de zon, dat zei ik immers net. Dus ja, daar lag die al. En een nieuwe cycle ook nog hier. Ja, kijk. De ster heb ik hier. En de 7 van zwaarden en de ster. Ja, helderheid. Dus er is een energie in jou, bij jou, waar je afstand van mag gaan doen. Ja, de 4 van zwaarden. Ja, voor jou is het heel belangrijk om niet mee te sleuren in een bepaald conflict. Het kan ook conflict in je hoofd zijn. Dus het is echt belangrijk voor jou om in deze periode eventjes het rustig aan te doen. Misschien te mediteren of gewoon iets te doen waar je gewoon blij en gelukkig van wordt. En je eigenlijk af te snijden van deze energie die heerst. Ja, 7 van zwaarden. Zie, zei ik al. Iemand probeert, ja, onzekerheid, geheimen. Iemand probeert weer in je leven te rusten. Dus het is belangrijk om jezelf echt te beschermen. Ja, en... gewoon wat jij in het verleden hebt gezaaid, ook dat bloei zien komen. Dit kan op financiën zijn of jezelf ontwikkelen gewoon. Dit is echt een ontwikkelingskaart. Dus tijdens die rust is het voor jou belangrijk om bepaalde onderzoeken te doen. Of bepaalde, misschien een studie te gaan doen of iets te doen waarbij je jezelf kan ontwikkelen. Ja, zodat je eigenlijk alle tools in handen hebt om dus dat ook te gaan bereiken. Ja, wat mag ik nog meer ontvangen? Een bericht voor jou. Ik denk op dit moment aan je. Mijn liefde vult je met licht. Wauw. Dit is wat ik voor je heb. Ik wens je al het goeds en tot snel. Doeg!